Maar de belangrijkste reden waarom we nog een keer naar het Hof van Assise in Gent zijn getrokken, is omdat onderzoeksrechter Jacques Poppe kwam getuigen. Een man nog van de oude stempel, zoals dat wordt gezegd, maar dan wel van een zeer goede stempel. Jacques heeft dat allemaal uit het hoofd geleerd, zoals vroeger. Hij heeft geen geheugensteuntjes nodig of powerpoints of wat dan ook. Hij is daar bijna 2,5 uur aan het woord gebleven, heeft heel dat dossier met die moeilijke namen en data glashelder voorgesteld aan de volksjury en kreeg er zelfs complimenten bij van alle partijen. En, wat ik nooit heb meegemaakt, de beschuldigde, die overigens goed Nederlands spreekt, stond ook op om zijn onderzoeksrechter te bedanken voor het vele geduld en het vele begrip dat hij van hem mocht ontvangen.